er was start in de senaatskamer van het Kyocera Stadion. Want er was iets te vieren. Jeugdspelers Timon Vinkert en Lorenzo van Kleef zetten hun handtekening onder hun eerste overeenkomst bij ADO Den Haag. Voor Lorenzo een droom die uitkomt. Ja, zeker. Ik had het niet verwacht in 2 jaar tijd dat ik gelijk een contract aan of een opleidingsovereenkomst aan krijg geboden. Terwijl ik er net zit. En ja, het is echt een droom voor mij. Ook voor Timon is het een mooie stap. Ja, ik vind het natuurlijk mooi. Maar we zijn er nog lang niet. En dit is gewoon een leuke dag. En daarna gaan we weer verder. Beide spelers merken dat ze in de opleiding flinke stappen maken. Ja, zeker. Echt, handelingssnelheid is echt heel erg omhoog. Zeker als ik in het begin kijk en nu. Dat is echt wel heel erg verbeterd. En ik ben nog steeds stappen aan het maken. Ja, toen ik hier binnenkwam, toen schrok mijn keeperstrainer wel van wat hebben ze hier aangenomen. Maar ik was toen pas 1 jaar keeper. En het gaat elk jaar beter. Dus, De goede prestaties resulteerden ook in selecties voor Oranje. Volgens mij 2 maanden geleden en het toernooi een paar weken geleden heb ik af moeten zeggen door een blessure. Dus dat was wel jammer. Het was de eerste keer dat ik er echt bij zat, zeg maar. Vorig jaar in onder 14 hadden we eerst heel veel selectiewedstrijden. En toen aan het einde van het jaar hebben we tegen Turkije gespeeld onder andere. En Tsjechië en Schotland. En dat was eigenlijk een beetje het begin om te proeven. En dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 15. Voor beide dus een droom die uitkomt en een stap naar dat uiteindelijke doel. In het stadion spelen. Ja, natuurlijk. Ik wil eerst gewoon hier doorbreken. En als dat eerst wordt uitgeleend, dan maakt dat niet uit. Maar ik wil hier wel in het stadion spelen. Ja, dat is de ultieme droom. Maar ja, die is nog even ver weg. Het is een mooie eerste stap. Ja, zeker. Goed begin.